MBO-studenten uit verschillende leerjaren strijden vrijdag om de titel MBO-debatkampioen 2019. 25 teams van MBO's door heel Nederland doen mee aan de debatwedstrijd, georganiseerd door het Nederlandse Debatinstituut. Het Rijn IJssel in Arnhem heeft ook twee teams die er morgen op los debatteren. Pieter Pluijgers sprak met ROC Rijn IJssel-studenten David Langenberg en Chloe van Alen. David, ga jij een prijs mee terugnemen naar Arnhem? Natuurlijk gaan we dat doen. Wie ga je dit doen? Dit doen we met het debatteam, dat is samengesteld door school. En ons team heet Team Leonardo. En we gaan ervoor. Is dit de eerste keer dat je meedoet? Ja, dit is de eerste keer dat ik met een groot debattoernooi meedoe. Door goede voorbereidingen en veel hulp van onze begeleiders zijn we goed voorbereid en we hebben er zin in. En nogmaals, dit gaat lukken. De onderwerpen zijn Europees migratiebeleid, emancipatie op de arbeidsmarkt en vrouwenrechten. Deze onderwerpen zijn niet niks. Hoe bereid je daarop voor? Nou ja, het was heel ingewikkeld. De stellingen waren heel uitgebreid. En we hebben ons best gedaan. We hebben veel onderzoek gedaan naar bepaalde dingen. En door goed overleg en veel hulp hebben wij ons goed kunnen voorbereiden. En dat is heel goed gegaan. Kun je een stelling noemen die je hebt voorbereid? Jazeker. Bijvoorbeeld de Nederlandse marine moet alle vluchtelingen tegenhouden op de Middellandse Zee. Die hebben wij voorbereid. Dat is wel erg lastig omdat niet iedereen het daarmee eens is en het een vrij uitgebreide stelling is. Mag je zelf kiezen of je voor of tegen bent? Nee, dat wordt aangewezen tijdens het debattoernooi en daar moet je gewoon op voorbereiden. Dus keuze heb je niet. Hoe gaat jouw dag eruit zien? Als eerste gaan we met de leraren en onze groepen gaan we naar het toernooi toe met de bus. Daarna hopen we natuurlijk de prijs mee naar huis te nemen en gaan we met z'n allen even lekker uit eten. Waarom is dit landelijke debattoernooi goed, leuk en nuttig? Omdat je er veel van leert. Je komt veel meer teams tegen. Ja, je bent gezellig, sociaal en je kan er gewoon heel veel van leren. Word jij in de toekomst een politicus? Wie weet. Ik ben er nog niet zeker over, maar het lijkt me zeker leuk om te doen.